Ik heb geen idee, maar dan ook niet het flauwste benul hoe dit verder gaat. Maar dan kent u Diederik van Vleuten niet. Die heeft altijd zijn volledige tekst op de piano liggen. Dus die ga ik er nu even bij pakken. Ik loop op de piano af, maar van enige tekst was geen sprake. Want die had ik natuurlijk gewoon in de kleedkamer, die twee trappen lager was. En toen, ik zeg gewoon tegen Dennis, hou jij, zend er even open. Ik ga eventjes, dan kan ik de mensen meteen een fijne rondleiding geven door dit gebouw. Dus ik ga die trappen. En ik ben blijven praten van hoe de muren eruit zagen. En dan ben ik nu in de kleedkamer. Dan ga ik nu eens even rustig. Ja hoor, daar ligt het tekstboek. Oh, wat goed. En ik ga die trap op. En ik zeg, en dat is nou het mooie van Enschede. Hè? Dan kom je op, je bent je tekst kwijtgeraakt. Je staat met 10-0 achter. Maar dan ken je het Enschedese publiek niet. Als je dan opkomt, allemaal in de coulissen. Nou ja, dan krijg je een warm bad. Ja, krijg je maar één keer in je carrière. En ik denk dat dat nu ongeveer gaat gebeuren. Want ik kom nu op. Het komt op. En het is allemaal blind. Het is blinde paniek.